Op de dag al 10 jaar nadat militair Martijn Rossier omkomen wie in Afghanistan, is Joet in Vught een plaquette voor hem ontbleerde. Dat badde op het terrein van het Geniemuseum in Vught. Het monument vervangt de brege in Budel, die zo'n 2011 naar Rossier verneemd wie en nu oerstallig worden is. Voor de Koninklijke Militaire School werd dat gebruikt als vormingsplek, waarbij leerlingen, toekomstige sergeanten en onderofficieren bij de landmacht stilstonden bij het hoogste offer dat je als militair kan leveren. Oftewel eigenlijk het sneuvelen tijdens militaire operaties. De 30-jarige Martijn Rossier van Sint-Anne werd het ziende Nederlandse militair die het sneuvelen bij de Uruzgan-missie. Maar kwamen 25 Nederlandse militairen net weer om. Sergeant Rossier van de 111e Panzergenie Compagnie, wie de eerste Friers die er omkwam. Er zijn heel prachtige momenten dat het weer omkomt. En het kerstje brandt jongens ook alle keren nog. Tien in lien en dan toch sa varsk nog. Ja, zuiver nog varsker dan het doel. Doe beseften je dat eigenlijk niet. Dan kwam je in een rollercoaster terug. Wat de Uruzgan-uitzending opsmieten had, zal na alle gedachten nog geëvalueerd worden. Joet kwamen een protte collega's naar Vught, die het iets met Martijn op missie wien, om haar een kameraad te betinken. Die jongens die zijn dus alle teruggegroeid. Die zijn teruggegroeid in rang ek en ik in het meenswezen. En dan denk ik van, of in het militair wezen eigenlijk, en dan denk ik van, nou mis ik partij hier. Hoe zou die er nou steen hebben? Hoe vier hier die het nou bracht? En dat vond ik heel confronterend. De Veensje wil maar dit monument sneuvelen militairen eren. Voor de nabestaanden is het een wichtig plak om heen te gaan. Er is een zichtbaar gedenkteken. Het is niet alleen in woord en foto's en zo het heen, maar het is nou zo zichtbaar. Hier is dit gewoon een heel stevig monument. En dat bewijst wat hij wist had en wat hij betekende had. Ik vaar al die oren meesken om hem heen.